Dus voordat ik naar boven ga, mag je maar een heel klein beetje inademen. Want door dat drukverschil worden je longen sowieso weer groter. En als je longen al groot zijn en je gaat rondlopen. Weet je, het begint al met Adam en Eva en de appel en de slang. Dat is een verborgen verlangen. Ja, verborgen verlangens. Verborgen verlangens. Oh. Verborgen verlangens. Oh, moet ik dat wel zeggen? Ja. Ik weet gewoon niet of ik dat nou wel... Ja, dat ga ik gewoon niet zeggen. Nou, Jeroen, kleed je maar uit. Ik denk dat iedereen heel erg gaat zuchten als ze deze vraag hoort. Oh my god. Ik heb heel veel verborgen verlangens. Maar het mooie van verborgen verlangens is dat ze verborgen zijn. Natuurlijk wil ik in een camper naar Australië met dat gezin en een boel achterlaten, maar... Ja, de spanning. Spanning is wel een soort van verborgen verlangen, maar ik weet niet of dat heel erg verborgen is. Achter jou. We gaan een piano laten vallen op een actrice. Tenminste, we gaan doen alsof de piano valt op de actrice. Dat vind ik eigenlijk leuk van acteur zijn, dat je elke stuk of film of tv-serie je heel eventjes een ander mens kan zijn of een ander beroep. Kan uitoefenen. Vorige week heb ik van de brandweer Amsterdam-Amsteland al een cursus gekregen. Ik mag met al mijn klof in alle techniek wat erbij hoort, mag ik straks onder water. Dat is echt ontzettend kicken. Ik heb bijvoorbeeld bij de Geheimen van Barcelet, dat was een serie waar ik in heb gespeeld, speelde ik een militair. Toen heb ik een paar dagen mee mogen lopen met de landmacht. Ja, ik ben veel te groot watje daarvoor. Ik kan dat echt niet. Ik moest al huilen bij de tweede hindernis. Maar dat gevoel van je leven geven voor iets, misschien is dat wel een verborgen verlangen. Vandaag zijn we allerlei scènes met onze weerman Hajo. Nou, dat doen we bij RTL in Hilversum. Maar van cool! Ja, en het wordt altijd spannend als die verlangens ineens niet aan de oppervlak komen, maar als die verlangens ineens bewaardheid worden. Nee, ik ben ooit één keer vreemd gegaan. Heel erg. Die keer dat je dan vreemd gaat, vrijheid dat je dat dan gedaan hebt. Maar je verliest de vrijheid die je hebt in je huis, in je relatie, om je leven in te richten zoals je wil. Nee, en toen dat helemaal gebeurd is en toen ik zag wat dat met haar deed, gewoon toen, nou klaar. Ik ben nooit meer vreemd gegaan. Ik merkte gewoon hoe erg het is. Voordelen van een relatie? Ja, alles. Dat je samen bent, dat er iemand op je wacht thuis. Het is gewoon heel erg fijn om iemand naast je te hebben die onvoorwaardelijk van je houdt. Hoe gek je ook af en toe kan doen. Je moet toch wel wat kunnen laten zien. Ook een beetje naar de buitenwereld, maar ook van dat je heel blij bent met diegene. Dat vind ik echt wel een soort voordeel. Dat je elkaar ook heel erg verder kan helpen juist. Soms weet je zelf eigenlijk niet aan welk kant je nou op moet of wat je moet doen. Ik vind het wel ontzettend gezellig. En soms word je ook knettergek van iemand. Ik denk dat ik een beter mens van word. En mijn leven liever met iemand deel dan alleen. In het moment is het super chill, maar uiteindelijk is alleen ook maar zo, alleen. Ik denk dat hoe goed en leuk je leven ook is, dat je altijd blijft verlangen.